Hallo reviewvrienden, hoe is ie daar? Hier is ie helemaal super, de toppie, want het is vrijdag. En vrijdag is een van de mooiste dagen van de week. Waarom? Je sluit de work week af en het weekend begint. En dat is mooi, want in het weekend doen we leuke dingen. Door de week ook trouwens, maar in het weekend voelt het toch net even wat lekkerder. Als je door de week leuke dingen doet, dan denk je, eigenlijk zou dit niet mogen. In het weekend denk je, ja dit mag, kan mij bommen. Ik ga vanavond even uit mijn bol, want alles kan en mag. Ik giet me vol. Ja, dat is van André. Nou, wat zit er onder het zijn? Wat is er in jouw gezin? Wat is er in? Over Ahmedje gesproken, begint zo langzaam een soort Turkensnoor te ontwikkelen. Nou ja. Tasje van de FEBO! Hey! En wat zit er in een tasje? Dat weet ik niet, maar het ziet eruit als... burgers. Ik heb natuurlijk al eerder van de FEBO, hoe heet het? Kroketten. FEBO kroketten getest bij Jans Reviews. En die kwamen er natuurlijk goed uit, want de FEBO kroket is een van de beste kroketten van Nederland. Liever gezegd, het saté-kroketje staat bij mij op de absolute 1111. FEBO, wat is dat voor een bedrijf? Dat is een snackbedrijf. Daar kan je uit de muur eten. Waar staat FEBO voor? Dat wist ik vorige keer niet, maar in de comments kwam het heel veel terug. Het staat voor Ferdinand Bolstraat. De eerste FEBO van het land was in Amsterdam op de Ferdinand Bolstraat. Heel spannend is het niet. FEBO, Ferdinand Bol. Ja, nou ja. Ik haal er wel even een colaatje bij. Even lekker spoelen. Hatsa, dat vind ik altijd heel grappig. Als je cola zero en light drinkers ziet... vraag je toch altijd af of het wel werkt. Want die zijn meestal dik. Ja. Ja. Nou ja. Ja, staat gewoon niet op wat het is. Ik zie hier... een hamburger. Met... denk ik hamburger. Met satésaus. Ik zie hier... nog niks. Ik zie hier een kipburger. En dan hebben ze gewoon ook kip, maar dan hebben we ook kipburger. En er zal hier wel een grillburger in zitten. Ik zie hier een... nee, dat is geen grillburger. En weet ik nog niet. Ik ga wel even opzoeken wat dit moet zijn. Ik heb het opgezocht. Ze verkopen dus meer dan grillburgers, want er zit niet één grillburger bij. Grillburger bij is een satéburger, een kipburger en een shohu. Arma burger. Verkopen ze ook gewoon bij de FEBO. Een arma burger. Wist ik niet. Kip, saté en shawarma burger. De satéburger vind ik al heel interessant. Want als je het mij vraagt, is dat gewoon een hamburger. Zoals bij de grillburger. En hebben ze gewoon een zootje satésaus opgeflikkerd. Met sla. Ja, wat is er mis mee? Meestal niks. Ik begin met de kip, want ja, ik vind de kip vaak lekker. FEBO. Sla is altijd vers, broodje is altijd goed. Er zijn natuurlijk snacktenten waar dat niet zo is, waar het broodje gewoon rot is. Een hele vieze nare. Ik noem een Burger King. Goede burgertjes, goede vulling, broodjes zijn altijd druk. Dit is een goed broodje. Ahmed. Ik probeer af te vallen. Ja, het is als man met een uitdagend BMI is het leven niet echt makkelijk. Want je wordt de hele dag erop aangesproken. En niemand zegt, god, wat zie jij er lekker uit. Het is meestal, godverdomme, jij laat het ook gaan. En jij dikke, en dan zie je je eigen snikkel nog onder de douche. En het gaat de hele dag door. Dus het is heel verdrietig. En dan heb ik op een gegeven moment de beslissing genomen. Ik vreet niet alles op, wat ik vandaag met je opgestuurd krijg. Ik klooi jou dingen van de FEBO opsturen. Kipburger. Wat merk ik aan de kipburger? Nou, het is ijsbeersla. Het is zo'n lekker broodje. Het is een lekker sausje. Ik weet niet wat voor sausje. Ja, het is gelig. Het is een beetje mosterd, mayo, honing. Weet ik veel. Saus is prima. Er is alleen één probleempje. De kipburger is wel heel erg dun. Dus zo'n beetje kip. Het lijkt wel of er een vrachtwagen over een kuikentje is gereden. En dat ze die tussen een bolletje hebben gestopt. Er is weinig kip in de kipburger. Ik zit toch niet de FEBO af te zeiken, dat gaat toch niet? Dat is een soort heiligschennis. Maar ja, de kipburger, er zit weinig kip in de burger. Nu weet ik wel dat de grillburger ook zo'n plat stukje vlees is. Maar dat wordt dan wel opgeleukt met andere dingetjes. En dat heb je hier dan niet. Even een slokje Diet Coke. Dan gaan we over naar de shawarma burger. Ik vraag me af of dit wel een shawarma burger is. Ja, de shawarma burger. Wat gebeurt er bij de shawarma burger? Ik herken dat niet echt als shawarma. Nu is shawarma natuurlijk per definitie altijd van lam. Als je een hele goedkope shawarmaboer hebt, dan wil ze nog wel eens schapen prikken. En als je echt een smeerpijp hebt, die flikkeren er dan varken op. Hè? En dan de hele tijd in de moskee liggen te knikkenbolletje, maar wel varken verkopen. Maar goed, maar dit is rund. Dus dat vleesje is die eigenlijk van een grillburger. En het shawarma effect. Ja. Moet dan van het sausje komen. En het is een lekker sausje. Beetje pittig. Maar dat heeft er werkelijk geen ruk met shawarma te maken. Uniek moment. Jans Reviews. Ik zit in een vertwijfeling. Want ik ben gek op de FEBO. Ik vind een FEBO zo'n fantastisch bedrijf. En ja, het loopt niet echt lekker. De kip had te weinig kip. De shawarma smaakt niet in shawarma. Ja, ik zit het weg te tikken met de colaatje. Het is ook niet erg handig voor mijn BMI. Ja, kijk, als ik dan van die burgers zie van de FEBO, denk ik uit de pleurs met je dieet erbij, dan maar dik. Ja, hè? Liever te dik in mijn kist dan een FEBO'tje gemist. Maar het valt een beetje tegen tot nu toe. Nou, dan hebben we nog één ding over. En dat is dus een satéburger. Ja, dat is dus een burger. Een hamburgerbroodje. Met een ongelofelijke kledder satésaus. Met ijsbergsla. En er zit weer zo'n dun lapje bief tussen. Ja, daar was ik al bang voor. Wat is er niet lekker met satésaus? Niemand heeft nog een antwoord te geven, hè? Wat is er niet lekker met satésaus? Aardappelen met satésaus, patat. Perfect. Rijst met satésaus. Perfect. Bami, oftewel pasta met satésaus. Perfect. Een broodje met vlees met satésaus. Perfect. Is gewoon lekker. Is gewoon perfect. Ja, dit is toch niet vies? Deze eet ik wel op Ahmed. Ondanks de eerdere belofte die ik met mezelf en de diëtist heb gedaan. Tijd voor de cijfertjes! Voor de FEBO-burgers. Geen grillburger, die zat er niet bij. Grillburger is trouwens ook heerlijk. Ja, het was een beetje vreemd. De shawarma-burger van de FEBO heeft niet zoveel met shawarma te maken. Liever gezegd, het heeft helemaal geen ene klote moer met shawarma te maken. Je had dit ook gewoon een pittige burger kunnen noemen, want er zit dan pittige saus op. Met shawarma heeft het heeft net zoveel met shawarma te maken als dat ik te maken heb met Tajikistan. Niks dus. Ja, en dan vraag je je af welk concept je terecht bent gekomen. Als je toch een shawarma burger bestelt, wil je toch godverdikken dat het naar shawarma smaakt of niet? Ja, dit heeft er niks mee te maken. Het spijt me, ik ga hem onvoldoende geven. Dit is een 5, dit is gewoon bullshit. Wat een bullshit zeg. Dan hebben we de kipburger. Prima broodje natuurlijk, prima ijsbergsla, prima sausje. Kip is heel dun, kipburgertje. Maar de smaak is goed. Die krijgt gewoon een 6. Ja, dat is ook niet echt een heel hoog cijfer, maar prima. En de winnaar Die staat hierin. Dat was de satéburger. Wat is de satéburger? Ja, gewoon een broodje hamburger met satésaus. Ja, meer is het niet. Maar ja, wie heeft gezegd dat het altijd ingewikkeld hoeft te zijn? Ik niet. En meneer van de FEBO ook niet. Die kreeg gewoon een 8, want die is heerlijk. Zo, ik ontplof bijna. Ik ga een rondje wandelen. En kijken of ik dit eraf kan lopen. Ik ben alleen bang dat de calorietjes die ik net tot mij heb genomen in de afgelopen 10 minuten... dat ik daar een dag of 3 voor moet wandelen. Maar ja, dat is maar zo. Prettig weekend. Toch.